Goedemorgen, welkom bij deze Markets Update van BNP Paribas. In de VS was de stemming wederom goed en trokken de indices aan. Het is stilte voor de storm aan bedrijfscijfers die vanmiddag afgetrapt worden door de financials. Analisten verwachten hiervoor een winststijging van rond de 6%. En Tesla zet een nieuwe all-time high neer op maar liefst $525. De Chinese economie trekt ook aan op basis van de macrocijfers. De export steeg fors meer dan verwacht, net als de import. Ook liep het overschot op de handelsbalans terug. Verder zien de VS het land niet meer als valutamanipulator. Toch daalden de Chinese indices licht, waar de rest van de regio kleine plusjes liet zien. Op basis van de futures zal de AEX 0,3% hoger openen vanmorgen. ABN AMRO toont aan dat de negatieve rente veel pijn doet bij de grote banken. Het aanhouden van spaargelden kost geld en daarom gaat deze naar het nulpunt. Voor tegoeden boven de 2,5 miljoen moet zelfs 0,5% worden toegelegd. En Takeaway.com zag het aantal orders met 56% flink stijgen in het vierde kwartaal. Vooral de Duitse markt groeide sterk. De fusie met Just Eat moet per einde van de maand zijn afgerond. En Farming wil 125 miljoen aan obligaties uitgeven, deels om andere schulden af te lossen. En dan Dames Shipyards scoort de grootste marineorde voor het bedrijf ooit. Maar liefst 4 fregatten mogen ze gaan bouwen voor de Duitse marine, met een waarde van €5,3 miljard. Op de agenda vandaag ondernemersvertrouwen en inflatiecijfers uit de VS. Berenberg zet Alfa op kopen, koersdoel 26. Berenberg zet Koninklijke Olie op kopen en Sanford zet Bayer op kopen met een koersdoel van €90. En morgen is er weer een Markets Update. Tot dan.